vandaag neem ik deel 2 op van 100 vragen die nooit iemand aan je stelt. En dat zijn dus de volgende 50 vragen. Ik ga er niet langer omheen draaien. Laten we gewoon gaan beginnen. Vraag 51. Wanneer heb je voor het laatst een portretfoto laten maken? Ik denk dat dat of een fotoshoot was of een schoolfoto of een pasfoto of zo voor mijn idee of voor school gewoon. Vraag 52. Vind je musicals stom? Nee, ik vind musicals heel leuk. Ik ben al 3 keer naar Soldaten van Oranje geweest en mij zou heel erg blij maken om mij nog een keer naar Soldaten van Oranje te sturen. Dus ik vind musicals zeker niet stom. Vraag 53. Vind je kerst stressvol? Nee, eigenlijk niet, want meestal regelen mijn ouders alles. Maar ik heb nu een vriend, dus misschien wordt dat nog stressvol qua plannen. Of we ook bij elkaar gaan zijn en als we bij elkaar gaan zijn met kerst. Bij welke familie, wanneer, wat, hoe, bla bla. Dus dat kan misschien dit jaar stressvol zijn. Vraag 54. Ooit pierogi gegeten? Nee. Geen idee wat het is ook. Vraag 55. Favoriete fruittaart? Ik denk die fly met van die zo'n crispy onderkant met suiker erop. Ik weet niet hoe die heet. Volgens mij is dat gewoon echt zo'n fruitfly of zo. Ik weet niet. Heel lekker. Vraag 56. Wat wilde je vroeger worden? Vroeger wilde ik zangeres worden en heel vroeger wilde ik politieagent worden. De tweede is wel gelukt. Als in, eerst wilde ik politieagent worden, daarna zangeres. Dus de tweede in die zin is gelukt. Vraag 57. Geloof je in geesten? Ik denk het niet. Ik geloof wel dat er mensen zijn die zeg maar dat kunnen voelen en dat ze dan zoiets hebben van, wow, ik voel echt dat mijn opa in deze ruimte is of zo. Alleen, ik geloof er zelf niet in, zeg maar. Maar dat is ook omdat ik het nooit heb meegemaakt. Dus ik ben een beetje van een feit. Als ik iets niet kan zien, niet kan voelen, dan geloof ik het ook niet, denk ik. Niet. Vraag 58. Ooit een déjà vu gevoel gehad? Ja. Vraag 59. Wat voor vitaminepillen neem je dagelijks? Ik neem dagelijks niks. Ik neem soms. Tenminste, ik probeer dus elke dag vitamine C te nemen. Of het nou uit fruit komt of uit vitamine C pillen. Soms heb ik vitamine D, omdat ik daar nog best wel vaak last van heb dat ik daar te weinig van heb. Ook al zit ik in de zon. En soms neem ik van die visoliepillen. Dat doe ik ook nog wel eens. Vraag 61. Draag je een badjas? Hetzelfde geldt daarvoor. Alleen als ik het nodig heb. Dus als ik uit de douche kom ofzo. Vraag 62. Wat draag je in bed? Het liefst een lange broek. Als een lange pyjama broek, sokken en gewoon een t-shirtje. En dat het echt heel koud is, een sweater. Ik ben iemand die en met sokken slaapt en met heel veel kleren aanslaapt. Vraag 63. Je allereerste concert waar je heen bent geweest. Als concert, gewoon een concert, ben ik heel erg vaak naar het strijkorkest van mijn oom en tante geweest. Die hebben een eigen strijkorkest in Harderwijk. En orkest van echt bekend iemand. Orkest, een concert. Dan Justin Bieber, een jaar geleden of zo. Vraag 64. Kruidvat, Ethos of DA? Ik vind Kruidvat heel chill. Daar zijn wat goedkopere merken ook. En ja, vind ik gewoon fijn. En daar is het. Ik vind het altijd bij de DA en de Ethos zo rustig dat mensen je zo kunnen aankijken. Ik weet niet. Hou niet van. Vraag 65. Nike of Adidas? Ik heb van allebei wel spullen, maar ik wil de laatste tijd meer van Adidas dan van Nike. Ik wil zo'n Adidas broek en zo, dus ik denk dan Adidas. Vraag 66. Cheetos of Doritos? Doritos. Vraag 57. Pinda's of zonnebloempitten? Pinda's. 68. Ooit van de groep Trebien gehoord? Ooit van gehoord, maar geen idee wat het zou moeten zijn. Vraag 69. Ooit danslessen gehad? Ja, zeker. Ik heb vanaf mijn 6e tot mijn 12e op ballet gezeten. Toen heb ik ongeveer 2 jaar jazzballet gedaan. Toen heb ik streetdance gedaan. En nu doe ik ongeveer een jaartje, iets langer dan een jaar hiphop, dancehall. En ik ga nog modern doen, maar dat duurt nog eventjes voordat ik dat ga in die les ga instromen. Vraag 70. Wat voor beroep doet jouw man? Ik heb geen man. Ik heb wel een vriend en die werkt in een sportschool. Vraag 71. Kan jij je tong oprollen? Nee, ik kan ook niet zoveel. Ik kan ook niet knipogen en zo. Dus ik kan niet echt van die vet leuke trucjes met mijn gezicht. Vraag 72. Ooit een spellingswedstrijd gewonnen? Als er spellingswedstrijden zijn, dan zou ik winnen als in slechtste spelling. Speller. Goed zo, you. Daar gaat het helemaal mis. Ik ben zo slecht in spelling. Maar ik denk dat ik nog net niet in aanmerking kom voor dyslexie. Dus dat is een soort van eigenlijk wel kut, want dan had je daar op school nog een soort van geluk mee gehad, zeg maar.
Vraag 73. Heb je ooit gehuild toen, omdat je zo gelukkig was? Jawel, ik heb wel. Bijvoorbeeld toen ik het Junior Song vond, moest ik niet huilen. Maar toen ik die dingen terugkeek, moest ik wel huilen. Een soort van dat je het dan pas echt beseft of zo. Vraag 74. Heb je recordable cd's in je huis? Ik denk dat ik te jong ben om te weten wat dat zijn. Vraag 76. Brand je vaak wierook? Nee, ik vind het soms wel chill, maar ik ben er niet super erg van. Ik ga er vaak ook wel van hoesten. Vraag 77. Ben je ooit verliefd geweest? Op dit moment ben ik heel erg verliefd, dus ja. Vraag 78. Naar welk concert zou je willen? Ik wil heel graag naar Bruno Mars, maar toen hij in Nederland was, was ik bezig met mijn examens. Dus omdat dat prioriteit, maar ik wil er heel graag heen. Vraag 79. Wat was het laatste concert dat je bezocht hebt? Ik denk dan dat concert van Justin Bieber. Vraag 80. Hete thee of iced tea? Iced tea. Vraag 81. Thee of koffie? Koffie. Vraag 82. Mars of sneakers? Mars. Vraag 83. Kan je goed zwemmen? Nee, ik ben echt super slecht in zwemmen. Ik vind het wel super leuk, maar ik kan niet zo goed drijven. En vroeger had ik ook bijles voor zwemles, dus ja, klinkt heel raar of zo. Een soort van sad, maar ik kan gewoon echt niet zo heel goed zwemmen. Maar ik vind het super leuk om te doen, dus mij kan je wel meenemen naar een zwembad, maar ik blijf gewoon niet zo lang drijven. Vraag 84. Kan je onder water zonder je neus dicht te knijpen? Ja, alleen ik spring de laatste tijd wel vaak in het water met mijn neus zo dicht. Maar ik kan wel best wel gewoon zo'n kop rollen zonder dat ik mijn neus dichtknijp of zo. Vraag 85. Ben je een patiënt? Nee. Vraag 86. DJ of een band op je bruiloft? Oh, DJ of een band op je bruiloft? Zo moest ik het zeggen. Dan denk ik een band. Ja. Vraag 87. Ooit een wedstrijd gewonnen? Ja, het Junior Song Festival. En een dansjeswedstrijd ooit. En een talentjacht. Vraag 88. Ooit plastische chirurgie gehad? Nee. 89. Wat vind je lekker? Groene of zwarte olijven? Lekkerder. Zwarte olijven. Vraag 90. Kan je haken of breien? Nee, ik kon het vroeger wel. Vooral breien. Maar nu kan ik het niet meer. Vraag 91. De beste plek voor een open haard? Wij hebben thuis een open haard of een kachel. Ik denk dat het een kachel is. Maar gewoon, ik denk in je huiskamer dan met zo'n ronde zithoek eromheen. Wil ik later ook wel. Ja. Vraag 92. Wil je laten trouwen? Ja, zeker wel. Maar ik wil er wel heel goed over nadenken. Omdat er best wel veel mensen scheiden. En dat wil ik mijzelf niet aandoen. En dat wil ik mijn kinderen niet aandoen. Dus ik wil heel graag trouwen, maar ik zou er wel erg lang over nadenken. Vraag 93. Als je al getrouwd bent, hoe lang ben je dan getrouwd? Ja, ik ben niet getrouwd, dus. Hè? 94. Wie was je middelbare schooltijd crush? Ik kom echt pas net van de middelbare af, dus dat zijn er dan denk ik meerdere of zo. Ik had niet echt één iemand. Ja. Dat weet ik niet. Misschien die jongen waar Round over gaat of zo. Maar daarna kreeg ik op een gegeven moment ook een relatie. En die jongen waarmee ik nu een relatie heb, daar heb ik ook wel iets mee gehad op de middelbare school. Dus, hè? I don't know. Vraag 95. Word je boos als iets niet gaat op jouw manier? Ja. Vraag 96. Heb je kinderen? Nee. Vraag 97. Wil je kinderen? Weet ik nog niet. Ik denk het wel, maar nu zie ik mezelf dat echt niet doen. Vraag 98. Wat is je favoriete kleur? Heb ik niet, denk ik. Vraag 99. Hoe wil je begraven worden? Ik denk dat ik wil dat mijn begrafenis, dat er wel veel gelachen wordt. Ondanks dat het, zeg maar, hoop ik, vervelend is dat ik ben overleden. Maar ik hoop dat het niet te zwaar wordt en dat mijn familie toch nog een soort van grapjes met elkaar kan maken. Dat had ik bijvoorbeeld op de crematie van mijn opa. En dat vond ik gewoon heel fijn voor de mensen die er ook waren. Dan is het niet zo'n beladen shit. Vraag 100. Mis je iets? Mijn opa. Dat is denk ik wat ik mis. Omdat mijn opa net is overleden voordat ik het Junior Song Festival deed. Dat, zeg maar, hij ging dood toen in november 2013. En in april 2014 deed ik mee met Junior Song Festival. Dus dat was helemaal niet zo erg ver van elkaar vandaan. Dus hij heeft het net allemaal niet meegemaakt. Dus dat vind ik soms wel jammer. Of eigenlijk altijd. Alleen je denkt er niet altijd aan natuurlijk. Dit waren de andere 50 vragen. Dus in totaal 100 vragen die nooit iemand aan je stelt. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En ik hoop dat jullie willen dat ik vaker tekst ga maken. Ik kan ook weer vaker vlogs maken. Want het is nu bekend dat ik meedoe aan The Voice of Holland. Wat super leuk is natuurlijk. Dus ik zou zeggen,
Kijk allemaal vrijdag om 8:30 naar The Voice. En ik zie jullie weer bij de volgende video.